Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Eline van Time to Guide en vandaag gaan we het hebben over het toevoegen van e-mailadressen met de juiste optie. En dan heb ik het dus over de opties aan, CC en BCC. Dat zijn manieren om e-mailadressen toe te voegen om mensen te adresseren. En het is heel belangrijk om die verschillen te weten. Je hebt er misschien geen idee over. Waarschijnlijk ook wel voorbij zien komen wanneer je een e-mail gaat opstellen en je gaat e-mailadressen toevoegen. Dan kan je altijd kiezen op welke manier je ze wilt toevoegen. De reguliere manier, dat is aan. Maar je hebt dus ook nog twee andere opties. En dat is CC, Carbon Copy. En BCC, Blind Carbon Copy. Dat zijn speciale manieren om ervoor te zorgen dat anderen niet e-mailadres kunnen zien. En dan meer over ga ik zo vertellen. Maar waarom wil je dit weten? Nou, het is heel belangrijk om die opties in de juiste situaties te gebruiken. Zodat anderen beter begrijpen waarom ze die e-mail ontvangen. Maar ook dat het professionaliteit uitstraalt. Het kan soms namelijk ook een beetje privacygevoelig zijn in een e-mail. En nou met deze opties zorg je ervoor dat jij op de juiste manier een e-mail verstuurt. Nou goed, ik ga de drie verschillende opties bespreken met de verschillen. En als eerst begin ik met de reguliere manier, dat is aan. Dat is dus wanneer je gewoon een e-mail naar iemand gaat sturen en je wilt hem direct adresseren. Je gebruikt het meestal in een situatie wanneer je verwacht dat die ander een reactie stuurt of actie onderneemt. Je zet in aan zet je eigenlijk gewoon de belangrijkste ontvangers. Nou, een voorbeeld is wanneer je bijvoorbeeld met een team aan een project werkt en jullie kennen allemaal elkaar en jij hebt bijvoorbeeld een document aangemaakt en je wilt dat anderen dat document gaan bekijken en dat ze feedback terugsturen. Nou, iedereen is dus van op de hoogte van elkaar en je stuurt de e-mailadres en je zet al die e-mailadressen van je collega's kan je dan gewoon in aanzetten. En wat hierbij dus het geval is, iedereen die in aanstaat, iedereen dan die de e-mail ontvangt, die ziet ook de e-mailadressen van elkaar. Nou, en omdat de collega's in aanstaan, weten ze ook dus dat anderen hem ook hebben ontvangen. En je ziet dat dus, de e-mailadressen zijn te zien. En het geeft dus aan van, je verwacht een reactie of je verwacht een actie. Nou, in dit geval dus dat er feedback terug wordt gestuurd. Nou, dan heb je ook nog CC en dat staat voor Carbon Copy. Geef een leuk feitje daarover. Dat komt uit de tijd dat er nog typemachines werden gebruikt. En dan werd er een brief getypt op carbonpapier was dat dan. En dat drukte dan door bij het typen op een velletje daaronder. Dus dan kreeg je dus een Carbon Copy. En op die manier kan je dus een e-mail wanneer je CC gebruikt ook zien als een soort kopietje. En dit gebruik je meestal wanneer je iemand anders op de hoogte wil stellen van de mail. En niet per se direct een reactie verwacht of een actie verwacht. Dus net in de eerste situatie bij aan, dan heb je dus de belangrijkste geadresseerde. Dan wacht je een reactie van de personen. Maar bij CC kan je het gebruiken om iemand anders op de hoogte te stellen. Dus in het vorige voorbeeld, bijvoorbeeld dat je dus een document naar je team gaat sturen. Maar je wilt dat iemand anders uit een ander team dat document ook kan bekijken. Of er van een leidinggever op de hoogte van is dat jullie met het team ermee bezig zijn. Dan kan je hem heel makkelijk in de CC zetten. En dan is die ander daar gewoon van op de hoogte. Maar is het niet dat hij per se moet reageren of denkt dat hij ook actie moet ondernemen. Dus daarvoor gebruik je CC. En bij CC is ook het geval, net als bij aan, dat iedereen die de mail ontvangt, die zien ook de personen die in de CC-box staan. Een e-mailadres en naam. Want dan heb je nog een laatste optie en dat is dus BCC. En dat staat voor Blind Carbon Copy, dus blinde kopie. En dat gebruik je zodat anderen die in de BCC staan, alle e-mailadressen en namen die er in die box staan, die zullen niet te zien zijn voor iedereen die de mail ontvangt.
Dit gebruik je meestal wanneer je een grote groep personen gaat adresseren. Dus je stuurt een e-mail naar heel veel verschillende e-mailadressen. Vaak mensen die elkaar niet kennen. Misschien is het als je een nieuwsbrief gaat versturen. En dan komt het natuurlijk een beetje onprofessioneel over als iedereen ziet wie er dan allemaal die mail ontvangen. Het is een beetje privacygevoelig natuurlijk. Het ziet er gewoon onprofessioneel uit als je een hele waslijst aan e-mailadressen ziet. Dus daarvoor gebruik je de BCC-functie. Dan kan je e-mailadressen toevoegen. En anderen die zien dan alleen hun eigen naam en die zien niet dat ook nog allemaal andere mensen in de BCC-box die e-mail hebben ontvangen. Wat daarbij ook voordelig is, is dat ze niet kunnen antwoorden op iedereen. Dus je krijgt echt alleen een optie dat je dan kan antwoorden op specifiek de persoon die die mail heeft gestuurd of de personen die wel in de aan of CC staan. En op die manier voorkom je dat één persoon per ongeluk naar die hele groep personen een mail gaat sturen. Nou, dat zijn dus de drie verschillende opties om een e-mailadres te adresseren. En wanneer je een mail verstuurt, nog eventjes kort aan gebruik je dus voor de belangrijkste ontvangers toe te voegen. Wanneer je een reactie of een actie verwacht. CC is meer om iemand op de hoogte te stellen. Je verwacht niet per se een reactie, maar je brengt op de hoogte van bepaalde informatie, van de mail. En dan heb je BCC, dat is dus echt om ervoor te zorgen dat anderen niet de e-mailadressen zien van de anderen in BCC. Nou, vond je dit een handige video? Doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal om op de hoogte te blijven van meer superhandige tips. Bedankt voor het kijken en ik zie je weer in de volgende video. Doei doei! Weet alles over online met Time to Guide. Word een digitale mastermind met Time to Guide. Like and all.